dit heb ik steeds uitgesteld, want het leek me zo verschrikkelijk saai. En het is nu een kleine wereld door die mist. Heeft vandaag ook nog niemand gezeten. Prima plekje voor mij. Hier even onderdoor. Zo, nu kunnen we het er eens even over hebben. En waar schrik ik nou van? Die. Oké, stil blijven zitten. En gewoon niks doen, dan gebeurt er niks. En dan is het even tijd voor mijn broodje. En nu begint het net te regenen. Ik zou heel veel gaan vertellen, maar dan hoeft het ook niet. Dan even snel en kort. 2 maanden geleden zat ik voor tv Nijmeegse Vierdaagse te kijken. En ik denk, ja, dat wil ik ook. Ik ben er 2 keer naartoe geweest om mijn schoonzoon toe te juichen. En, maar ik heb iedereen toegejuicht hoor. En klappen en zingen. Hey, voor jou. Hey, voor jou. Hey, voor jou. Hey, voor jou. Wat een mooi evenement. Dus dit jaar voor tv dacht ik, ja, als mijn schoonzoon niet meedoet, dan zit er maar 1 ding op. Dan moet ik zelf. Dus ik heb schoenen gekocht. En ik heb wandelzakken gekocht met links en rechts. En ik heb een rugtasje gekocht. En een mp3-speler. En toen ben ik eind juli begonnen met lopen. En eerst 1,5 kilometer. Nou, toen had ik 2 dagen spierpijn. Ja, wat bent. Ja, ik heb nog nooit wat gedaan aan beweging. Dus ik wist 1 ding. Dan moet je heel goed oefenen. En dan moet je meteen beginnen.